en ik had ook nog een... Ik kreeg iets raars. We hadden het een tijdje geleden hadden we het over... Dat je in boeken kan je notities maken in de kantlijn, hè? Ja, ja, ja. En nou, je kan dus in e-books kan je stukken highlighten en daar een reactie bij schrijven. Dat kan bij Readmail bijvoorbeeld. Ja. En dan kreeg ik laatst dus iemand die een highlight van mij likte. Wow! Dus dan kan je dus... Tijdens het lezen zie je andermans highlights en dan kan je zeggen... Deze vond ik tof. Oh, gaaf zeg. Het gaat echt wel... Dat verwacht je helemaal niet als je een boek leest. Nee. Maar kan er zo'n pop-upje... Boeken lezen begint echt wel heel wat anders te worden. Ja. Echt wel interessant is dit. Ja, het is meerwaarde denk ik ook. Zeker omdat boekenlezers die... Ja, noem je dat? Die hebben vaak ook echt een band met hetgeen wat ze kijken. Net zozeer dat er fans kunnen zijn van, precies, van televisieseries. Als ik een boek heb gelezen en ik vind het goed... Dan wil ik dat andere mensen dat ook lezen... Ja, ga ik dat aanraden. Ja, precies, ja. Ja, ik volg een aantal internetseries en die hebben een hele community. En die reviewen dus ook streaming of dingen die bijvoorbeeld op televisie zijn geweest. Dus dan hebben ze het over Game of Thrones of ze hebben het over echt één specifieke serie. Zijn ze dingen mee aan het, of zijn ze aan het reviewen of weet ik veel wat. Ja. En dat is zo tof. Ik denk ook dat dat misschien ook als soort van bijverschijnsel van social ook echt zal gaan opbloeien. Dus dat veel meer de samenhang van sociaal gedrag en het consumeren van media of het doen van dingen op het internet met dingen, dat die twee ook echt samenkomen. Daar schrijf ik trouwens ook binnenkort een artikel over. Oké. Dat is, want dat mist nu nog een beetje. Je hebt gewoon media en daar kan je lekker over kletsen. En je kan tweeten over de wereld draait door. Maar die twee die hebben elkaar nog niet echt gevonden. Anders dan een heleboel mensen die heel graag willen tweeten over de wereld draait door. Ja. Maar achteraf kan je niet zien van... op 3:60 zei iemand over iets over de blues van Matthijs van Nieuwkerk. Vooral bij film is het inderdaad lastig. Dat zou je inderdaad willen timen. Dat is inderdaad wel een leuk idee. Goed idee. Ja, nou, volgende keer meer. Doei. Doeg.